Je zal het maar doen. Je zal het maar doen. Voor een camera gaan staan of zitten. Je weet, er zijn ogen op je gericht. De oren zijn gespitst. Je haalt diep adem. En dan ga je. Iedereen zwijgt. Jij praat. En de minuten tikken weg. Jij deelt wat jij met de wereld te delen hebt. Is dat niet naast dapper, slim, ontzettend goed voor je naamsbekendheid, ook niet een beetje alsof je mening en wat jij vindt wel heel erg belangrijk vindt? Een beetje te misschien wel? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar toen ik voor het eerst plaatsnam voor een camera, na 15 jaar als regisseur erachter, toen vond ik dat best wel lastig. Een dingetje. En de 2 jaar daarna had ik het ook nog steeds. Het is niet niks. Voor sommige mensen is het misschien minder ingewikkeld. Dat zijn mensen die het als werk doen. Presentatoren, stand-up comedians, acteurs, die zitten erop. Het is hun baan. Iedereen kent ze en iedereen luistert naar ze. Alsof zij meer weten dan wij. Nou, dat lijkt mij dus echt het grootste misverstand van deze eeuw. En trouwens ook van de vorige. Terwijl er zijn zoveel mensen die iets moois te melden hebben. Zeker ondernemers. Maar ja, de meesten houden zich stil. Dat wij op internet en op televisie steeds weer naar dezelfde mensen kijken en luisteren, dat komt niet omdat die mensen zoveel leuker zijn en zoveel mooier zijn dan wij. Echt niet. Vinden ze zelf trouwens ook niet. Alleen, zij zetten een stapje extra. Omdat het beter is. Ze weten namelijk 1 ding zeker. Ze weten, als ik niet opsta en contact maak met de mensen die ik kan helpen, dan kan ik dat hele bedrijf en die hele carrière van mij wel vergeten. Toen ik ongeveer 4 jaar geleden voor het eerst voor de camera ging staan, toen dacht ik van alles. Het eerste wat ik dacht was, ik wil dat meer mensen veel over video gaan weten. Wat ze ermee kunnen, wat ze er niet mee kunnen en hoe ze kunnen zorgen dat het snel voor ze werkt. Maar ja, op de achtergrond had ik allerlei wild rondvlodderende gedachten. Dat ik arrogant zou zijn, dat ik misschien te veel vertelde of te weinig. En ik dacht, oh, als mijn tv-collega's het maar niet zien, nu moet ik daar natuurlijk keihard om lachen. En toch komen bij elk filmpje opnieuw die gedachten weer eventjes langs. Dat heb je gewoon als je van je laat horen. Dan steken er allerlei oerideeën over niet opvallen, want het is misschien gevaarlijk, de kop op. En het is niet allemaal onzin, want wie zichtbaar is, krijgt ook kritiek. En kritiek kan soms heel vervelend zijn. En om dat te vermijden, gaan heel veel ondernemers niets doen. Ze zwijgen. Of ze hebben een website vol met algemeenheden. Maar ja, opstaan, je kennis delen, je kop laten zien en aanbieden om te helpen is wel de allersnelste manier om de mens die jouw bedrijf eigenlijk is te laten zien aan de wereld. Met natuurlijk je alleruniekste features voorop. Je kop, je stem en je verhaal. Het is kwetsbaar en het is effectief. Die horen gewoon bij elkaar. Het is heel goed voor je zelfbeeld, zo'n effectieve video. Maar of je er arrogant van wordt, nou, ik dacht het niet. Dat gaat je echt nooit lukken met video. Om meerdere redenen. De eerste is, naast die positieve stemmen zijn er eigenlijk ook altijd wel negatieve stemmen. Of die van anderen, of die van jezelf. Dat is helemaal prima. Houd je bescheiden. En er is nog een andere factor. En daarover vertel ik in het volgende filmpje. Dat komt later. Dag!